Hallo allemaal. Welkom weer op een gloednieuw vlog. En jullie hebben het misschien ook gemerkt. Er is ook een nieuwe intro. Jawel. Dankjewel, Olly, voor deze intro te maken. En sorry dat ik het zo laat heb ontdekt op mijn e-mailadres. Want die was van vorige week donderdag al aangekomen. Oeps, sorry. Kijk, de dozen staan hier al klaar. Ik ga hier beginnen te sorteren. Alle dozen gaan allemaal op de grond. En dan ga ik te goed sorteren. Ik zal zeggen... Ja, en ik ga ook nog even een mededeling doen naar Shift Happens. Waarom dat ik jouw intro niet heb gebruikt is... Staat mij gewoon niet aan, het moet mij klikken. Zo gelijk deze intro, daar komt niemand in voor, daar komen ook geen gezichten in voor. Zo intro's, die heb ik pas graag. Zo intro's, daar moeten er nog duizenden van komen. Maar niet waar mijn kop of iemand anders er zijn lichaam... opstaat, want dan kan ik het niet gebruiken. Stel dat het dan gedaan is tussen de vriendschap tussen ons, ja, dan staat die gezicht er nog mooi op die intro, hè. Dus dat wil ik dus heel fel vermijden. En plus, als ik ook op een bepaalde leeftijd ben en Psycho TV is heel goed aan het, goed van de grond geraakt, dus dat ik een goede verkoop heb. Dan kan ik dat mijn bedrijf nog doorverkopen als ik ermee ga stoppen. Bijvoorbeeld op mijn 64ste, bijvoorbeeld. Dan kan ik Psycho TV zeggen van, kijk, ik zoek nu een overnemer. Die moet dan exact zoveel betalen ervoor. En dan kan die weer al verder doen. Dus dan staat mijn kop er ook niet op. Dus dan is dat ook niet zo erg. Dan wordt gewoon de vlogs of iets anders er gedaan met mijn kanaal. Ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe de toekomst allemaal gaat meebrengen. En BRT, daar heb je gelijk in. Wij wisten zelfs niet dat Olly 1 had gemaakt voor ons. Maar bij deze, ik ga nu even verder opruimen. Dus deze dozen moeten hier nog. Ik ga zelfs even ook mijn computer daar wat verplaatsen. Zodat ik ook nog die aan die twee laatste dozen kan geraken. En dan ga ik ook nog subiet. Deze dozen nemen, hè. Die gaan ook nog gesorteerd worden. Bij deze. Dus ik heb nog even werk. Tot straks allemaal. Yo, ik ga proberen toch klaar te zijn voor 5:30. Het is nu 3:00, dus dan heb ik 1.5 uur tijd voor te sorteren. Tot straks. Jongens, nogmaals. Ik ga straks van vertrekken naar mijn ouders, daar het eten halen. En dan ga ik zo rechtstreeks door naar Bea toe. De vlog is geüpload. Daar ben ik wel al heel blij om. Zowel van Bea als die van mij, want ik moet die van B, ga ik al sowieso al spammen in haar kanaal. En dan ga ik daar zeggen dat het nog 3 kwartiers kan duren dat hem volledig online is, want ik zie dat. Chatroom B. Ctrl V. Enter. Binnen. Een goed 45 minuten bekijkbaar. Voilà, die staat dan ook online. Mijn vlog is ook online aan het gooien. Mijn duurt maar 18 minuten. Haar vlog voor Upteloaden duurt fucking al 43 minuten. Wow. Ik ga mij nu nog gauw iets onder mijn armen... doen. Ik ga gewoon nog wat mondspoeling doen en dan kan ik weer al vertrekken naar mijn schatje toe. Dat zijn we allemaal. Ik nog dit jullie laten zien, dus dat ik echt heel zwaar aan het opruimen ben. Hier staat een doos en dit hier nu. Ik zie dit hier. Wow! Hier staat het nu helemaal vol met dozen. Noem maar op. Die grote doos, daar komt al de computermateriaal in. Maar het is nog veel werken eraan. Want alle dozen worden dus
ondersteboven gegooid en gesorteerd. Wat ik niet meer kan gebruiken, integraal gaat het op de containerpark. En wat ik wel nog kan gebruiken, ja, dat hou ik, hè. Bij deze. En wat ook nog het leuke ervan al is, ik heb ook nog iets leuks gevonden. Dat is, wacht, dit. Kennen jullie dit? Party poppers! Die wil ik ook nog eens gaan gebruiken, misschien op een fanmeeting of zo, of voor iemand te laten even schieten. Voilà, bij deze. Ik ga nu straks van vertrekken naar mijn ouders toe en dan zo door naar mijn schatje. Dus opruimdag morgen nummer 3. En de laatste opruimdag, dan moet alles klaar zijn. Maar het probleem is, morgen heb ik hier een afspraak al om 5 uur. Dus dan moet alles klaar zijn voor 5 uur hier vandaag. Mijn doosje is toch al aan deze kant toch al helemaal clean. Alleen nog afrijven. Die plekje Aquarius, die kan ik ook al integraal al in de zak gooien. Voilà. En wat ik dan ook nog ga doen, is heel deze zak ga ik ook nog leegmaken. Of nee, ik ga het niet doen. Kijk, wat hier nu nog alles hierin kan, want ik had bijna 2 zakken vol. Ga ik... nog een tijd, dat zal ik binnenkort vullen. Maar ja, ik ga jullie laten nu. Ik ga nu mee aandoen. En zo dan mensen, ik ben nu onderweg naar mijn schatje toe. Ik ben ook al weg al van mijn ouders thuis. Ik heb mijn spaghetti mee. Dankjewel mama voor dat weer al te maken voor mij. Daar ben ik je super, 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 super dankbaar voor. Dat weet je. En nu gewoon rustig zijn bij Bea. Gewoon mee op mijn gemak kunnen houden. Wat ze hebben voorgeschreven bij het ziekenhuis. Dus u rustig houden. U niet te veel inspanningen in laten leveren. Dan weet je dat. Voilà, bij deze, ik ben nu onderweg naar Bea toe. Dus Bea is ook onderweg naar een kruispunt toe. Omdat dat we daar hebben afgesproken dat ik iets geslapen ben dan gepland. Normaal was ik bij haar rond een uur op 4:15 na 4. Maar nu is het al 4:26. Dus ik heb een wat vertraging. Sorry. Bij deze. Nogmaals, duizend maal sorry. Kan gebeuren. Er wordt een klein beetje op de tijd gelet van hoe laat het al was. En ja, het was al redelijk laat. 4 uur. 4 uur ben ik vertrokken. En dan heeft dat nog zoveel tijd gekost om nog bij mijn ouders te geraken. En dan nu richting Bea. Bij deze. Ik ga nu even opletten op de baan en ik ga verder luisteren naar mijn music. Luister maar. Lekker in het donker, moe. Voilà, ik ben thuis aangekomen. Het is donker. Ik heb niet veel gevlogd vandaag. Sorry. Kan ook eens gebeuren, hè, dat ik eens weiniger vlog. Ik moet nog... Morgen moet ik dus nog heel veel doen. Het is opruimdag nummer 3. Ik heb nu wat ontspanning moeten nemen, want... Het gaat anders er helemaal niet. Jullie hebben liefst dat ik dus zo film, hè. Dus zo echt op afstanden. Zo, hè. Wee. Zijn jullie nog niet thuislig? Wow, ik wel. Oh, fuck. Links, rechts, rechts, links, links, rechts. Wow. Ja, ik ben thuislig. En de voetbal is ook weer al bezig. Wel ook een hele mooie maand, moet ik zeggen.
echt een hele mooie maan. Ik pak jullie eens even mee. Wacht, eens even kijken. Daar. Zien jullie dat? Daar onderingske daar. Ja, dat. Daar. Dat is de maan. Heel mooi rond. Echt heel schoon. Hoe schoon dat de natuur toch kan zijn, hè, mensen. Dus. Ik weet niet als Bea iets heeft opgenomen, maar ik doe dat altijd. Ik doe dat altijd spontaan. Dat moet Bea nog een klein beetje aanleren. Dus geef Bea even daar de tijd voor. Voor, allee. Standaard te vloggen als ze weggaat en al met mij. Dat doet ze nog niet. Maar dat komt wel. Geef haar geduld en dan komt alles wel goed. We gaan nu naar het eerste. Kijk maar. Dames en heren, dus, jawel, zit hier met een vlogcamera daar op de spiegel. En we gaan naar. Ooit wil ik daar eens hier zo zien, hè, dat hier is. Misschien zoals een bloemetje of een katoken of zo staat. Als iemand dat doet van mijn appartement, die krijgt dat sowieso integraal terug. Echt waar. Die krijgt dat echt integraal terug. Uit. Oh ja. Mensen. Ik kan jullie één ding niet zeggen. De tijd begint wat te tikken. Ik ga s'avonds ook nog één ding nog doen. Dat is, ik ga dat sowieso nog doen. Het is nog geen 10 uur. Ik ga die plastieke zak nog helemaal leegmaken. En ook weer eens op letten. Wat ik ook weer al heb gedaan met dat rasmachine. Als ik hem vind. Hier. Dus, up. Hier gaat dan een fles in. Ratsch. Letten. En dan krijg je zoiets. Pak weiniger plaats in, ook in de plastieke zakken. En je kunt meer plastiek meegeven aan de mannen. Dan heb ik gesloten. Is de vraag. Is de handvraag. Ja, ik heb gesloten. Dan. Morgen. Alle dozen, maar echt alle dozen, gooi ik ondersteboven. Alle dozen. Dan ga ik al mijn computermateriaal echt sorteren in ene doos. Deze komt in deze doos. Ik ga binnenkort nog eens kijken als ik nog zo'n tweede doos kan gaan kopen bij IKEA. Want die zijn heel handig, want vandaag krijg ik heel veel volume in. Dat kan ik dan zo mooi op elkaar stapelen. En dan is ook de meeste rommel ook weg. Wat ik ook niet meer ga gebruiken, bijvoorbeeld zo gelijk, waar heb ik het nu gelegd? Misschien bij mijn gezelschapsspelletjes. Hier niet, daar ook niet. Even zoeken. Of ligt dat hier nu nog altijd? Ja. Zo gelijk dit ga ik hoogstwaarschijnlijk te koop zetten. Dus ik ga binnenkort wat productjes te koop zetten op mijn website plus op tweedehands website. En dan ja, ga ik ze beginnen te verkopen. Ja, de gras-gras-spelletjes. Zo gelijk ook deze ga ik ook sowieso nog gaan verkopen. Dat is nog iets heel ouds en nog intact. Ik ga dat ook nog heel eerlijk zeggen. De labyrinth. Kennen jullie dat? Zie dus hoe oud dat is. En alles zit er nog bij, hè. Alles. Dus de knikkerke en al. Ik ga dus jullie eens voordoen hoe dat werkt.
Ik ga mijn knikkerken hieruit halen. Voilà, de knikkerken. En dan leg je dat op start. Wacht, hè. Ik had al 4 punten, voilà. En dan komt dat langzij hier terug eruit. Dat is wel echt iets heel leuks. Dus nu staat dat op start. Ik ga eens kijken als ik het langs de opstart leg. En dan moet je dat eigenlijk met je twee handen proberen zo een hele piste af te leggen. Zit joink, joink. Wop, 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 wop. Wop. En dan hier helemaal terug naar boven. Joink, 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 joink. Ziet dat eens gaan. Hup, hup, hup. Mijn vinger. Nergens in een gaatje gevallen. Wel altijd tegen dat houtjes. Shit. Mijn vinger op 51. En als je hier dan terug uitkomt, dan zit je een held. Mij nog nooit gelukt. Nog nooit. Kijk, hè. Allee, ik ga dan in een gaatje. Joink. Hier is hem weer. Dus, zie dus wat ik nog allemaal moet opruimen, man. Hai, 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 hai. Dit wordt mij nog wat. Maar nu, ik ga jullie nog even meenemen naar de keuken toe. Deze zaak wil ik nog helemaal gedaan hebben voor 10 uur te klokken. Gaat het mij lukken? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga sowieso nog wel wat muziek opzetten. Dat ga ik wel nog doen. Voor even toch. Hey, zonder muziek werken is ook niet leuk. Hup. Dan moet ook wel mijn hoofdcomputer ook aan. Dan kan ik zelfs ook al deze bestanden ook al op mijn computer gooien. Kan ik misschien ook nog gaan renderen daarna. En dan misschien dat ik dan wel de door ga doen. Oké. Die is aan. Voilà. Ziet. Pudink. Allee. Voilà. Oei, 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 oei. Mijn pc'ken heeft weer al hulp nodig. Dan ga ik jullie even hier zo neerzetten. Aan mijn computerscherm. Ik moet dan elke keer op F8 drukken. En ik mag het ook niet meer te lang laten trekken. Want in deze moet naar de wc. Ik moet dringend plassen. Oh, en hoog nodig. Maar dan wil ik dat de computer al toch wel redelijk was opgestart. Voilà, bij deze. Ja, en ja, ik weet het. Ik doe dan een kleine break in mijn vlog. Dus ik zet het even op pauze. Als ik bij mijn kleine kamer ben aangekomen. Want jullie moeten dat toch niet mee beleven, hè. Dus ik zie jullie subiet terug. Yo. Zo, voilà. Mijn kleine boodschap gedaan. En dan ga ik wat muziek nog opzetten. En dan flessen nog beginnen te pletten. En dan ga ik nog iets kijken. Ik weet nog niet wat. Schat, ik weet niet wat ik ga kijken. Dus ik weet dat je ook altijd naar mijn vlogs kijkt. Voilà, paswoord ingegeven. Dus ik ga hier ook bij de vlog volledig beëindigen. Ik zal zeggen, hè. Geef me maar veel succes, hoor. Met deze opruimgedoe. Het gaat nog veel zijn. Ik ga jullie toch eens even meenemen. Ik ga jullie eens alles eens laten zien. Wat in de doos. Ja, hier zit nog niet veel in. Hier komt dan al kabelmateriaal. Daar zit heel veel kabels in die twee dozen. Ik kan dat jullie ook laten zien. Ziet hè, ik ga hier neem gewoon met mijn hand in. En kijk. UTP-kabels. UTP-kabels. Ik kan u daarmee ophangen. Noem maar op. Ik heb redelijk wat UTP-kabels. Zie dus allemaal kabels.
Allemaal kabels. Die ik morgen allemaal moet gaan sorteren. Dan hebben we deze. Zit dus hier zit nog een toetsenbord in. Maar wel niet meer compleet. Zie ik. Zie dat er een twee of één toetsje ontbreekt. Ah, ene. Eén toetsje ontbreekt. Dat is die. Hier, deze. Heeft iemand een G15 toetsenbord? En heeft iemand deze toets te veel? Gelieve iets te laten weten via de comments hieronder. Dan kan ik die terug hergebruiken. Want kijk, die heeft ook zo'n schermpje. Dan, ja, hier zeg. Dat is wel een 18-plus spel. Voor samen te spelen met je partner. Juist hetzelfde met deze. Dan hebben we hier nog een rode duivelspet. Dan komt de 5. Ziet de 5 games set. Dan hebben we hier ook nog de mooie Big Brother. Waar ik echt heel graag eens wil aan mee gaan doen. Sorry schat, ik wil dus meemaken in mijn leven. En ja. Het is eigenlijk een grote ervaring wat je daarmee opdoet. Ja, ik weet dat het een klein beetje anders er is. Dat ik dan niet samen met jou ga slapen dan. Maar ik ga sowieso één ding zeggen. Ik ga u daar ook niet in het Big Brother huis jou bedriegen. Bij deze. Dan weten jullie dat ook al. Dan hebben we hier, ziet een mooie ijszakje. Nog een zakje van Mickey Mouse. Dan hebben we hier nog. Oei. Wat er uit mag. Dat mag naar de vuilniszak. Wat staat er hier? Hier is er nog een muismat. Een ijsblok. Wat zit hier dan allemaal in? Weet je wat, ik ga geen dozen meer pletten. Dat doe ik morgen wel. Ik ga jullie alles gewoon eens laten zien wat ik heb. Hier zitten blijkbaar vreemde munten in. Waar is de camera? Ah, hier. Zie je, dat is vreemde munten. Van welk land is dat? Dat is een van een België. Ah, dat is van de zoon van Antwerpen, van Kai Mook. Dat is Kai Mook wat hierop staat. Die moet ik dus ook eens te goed eens afvassen. Dan heb ik hier nog 5 kronen. Echt heel mooi buitenlands geld. Ik weet ook niet wat dat hier is. Dat is van Elisabeth II, Australië, 2006. Amai. Dan heb ik hier nog Gustav, de weet niet hoeveelste, Adolf, van Vereschenkoning. Ik weet niet van waar. Nee. Deze weet ik dus niet van waar dat komt. Wacht, ik ga eens proberen te laten focussen met een camera. Op dat muntje moet je focussen. Oei, ik zet dat hier lichter en donker. Maar die focust niet, nee. Ik weet niet als jullie het goed zien. Dus ik heb zo redelijk wat oude munten. Hier nog eentje van de mama en Kai Mook. Maar je ziet het niet te goed. Oei, jammer. Niet te veel laten vallen op de grond. Ziet België. En dan heb je hier de Antwerpse zo, de munt. Maar je ziet het niet te goed. Daar staat dus echt een olifant op. Ah, juist wel. Dat is een olifant. En Kai Mook. En mijn duim is.
Oké, dus dat is voor dat klein doosje. Wat hebben we hier dan nog? Kerstkaarten. Een doek. Mijn beschermlaag, als mijn hoofdscherm barsten heeft, die heeft barsten, maar de camera is nog niet geraakt, dus dan vervang ik dat nog niet. Weer al een cool dingetje. Hier een GoPro-stick die gewoon, op, zie dat, joink, die gaat vanzelf terug in. Dus dat is niks meer waard, dus die blijft ook niet staan. Jammer, dus die gaat ook hoogstwaarschijnlijk een van de 10 kansen naar de vuilbak toe. En dan heb ik hier nog van allerlei dingen in liggen. Zo gelijk duct tape. Duct tape heb ik genoeg hoor. Hier. Oh, hier nog een hele oude munt. Van... Ook weer van Gustav. Van 1999. Haha. En dan heb ik hier nog... Ziet, oh, nog een munt. Oh, nog munten. Oehoe. Nog munten, nog munten, nog munten. Zie dus, ik heb wel munten. Maar dat voor de car wash. Dat is een echte munt waar je mee betaalt. Cool. Dan heb je nog, nog zo. Oeh, hier is hij. Voor de kermisattractie. Welke? Want ik verzamel dat klein beetje. Want ik ben echt ook een klein beetje een kermisfanaat. Jammer genoeg van deze jaar van de corona. Dan wil ik jullie naar de volgende doos leiden. Maar dan ga ik jullie even ja, mondmaskers. En ik ga die weggooien, want ziet dat is weggooien. Hup, kijk hè. Hier op dat plastic zakje. Dan mag het dus de vuilbak in. Wat staat hier? Ah, oké, okay, ja. Daar staat er wat tekst op van 4 juli. Oh nee. Kijk eens wat ik hier terugvind. Oh my god. Gezichtsmasker van dat zwarte spul. Moet ik dat nog eens doen? Ja of nee? Laat het in de comments eens weten, dan doe ik het nog een keer. Goed. Ja. Dan heb je hier nog wat kabels, die eigenlijk niet van de PlayStation is. Ziet, de eerste kabels, die gaan hier integraal in. Dan heb ik hier ook nog wat spelletjes. Spelletjes. En nog een keer spelletjes. En ook, ja, ziet, ik heb FC de Kampioenen ook de seizoenen hier op DVD staan. Ja, ik geef toe, ik heb het dus van internet afgehaald. En ik verspreid het niet. Oh, ziet dat hier eens. Oh, oh. Ook een heel, heel, heel oud spel. Battlefield 2142. En hier is Unreal Tournament. Oh my god. Oh my god. All Stars Dennis 2000. Echt waar, hier liggen echt heel veel oude spelletjes in. Hier is 3D Bowling. Wauw. Ja. Ja. Oké. Okay. Dan. Oh. Daar was met mijn schatje eigenlijk mee bezig voor mijn mama. Maar ze heeft het niet afgemaakt. Dat vind ik wel jammer. Omdat dat er ergens iets is mislukt. En daarom zei ze, ja, dat wil ik niet aan uw mama geven. Hier. Mijn kapotte houderke. Weg ermee. Weer al. Handschoenen. Weg ermee. Een muts van Intel. En dan nog redelijk wat papieren, foto's. Ik zal jullie ene foto laten zien. Van de Vliegende Hollander van de Efteling. Ik weet niet hoe, wanneer dat die is eigenlijk geschimmen. Oh, dat is met Steven Wouters nog. Ja, kijk eens hoe ik daarop sta. Oh my man, ik ben redelijk veel afgevallen. En de mensen die achter mij zitten, die ken ik niet, hè. Met Steven Wouters op de foto.
Ik geef nog altijd sowieso de privacy naar mijn ouders toe. Ben nog heel snel... Ah, hier misschien... Nee. Ben nog heel snel aan het zoeken nog naar een foto of zo. Maar ik zie hier momenteel geen meer liggen. Nee. Dan gaan we naar deze boxes toe. Hier liggen ook weer al kabels, Wii en al. Deze box is puur voor de GoPro. Hier weer al kabels. Kabels, kabels, kabels. En nogmaals, dus kabels. En als je ziet, dan weet je bij welke vakbond dat ik ook ben. Bij de ACV. Deze moeten jullie ook eigenlijk wel kennen, deze muntjes. Dat zijn muntjes van een lunapark, waar je zo in een dingen kunt steken. Ik heb zo altijd zo eentje gehouden. Voor een herdenking. Dan heb ik hier ook nog precies nog een... Ah, mijn lidkaart van Olympia. Ja, ik heb vroeger gebouwlinkt. Zie, dus mijn lidkaart. Gooi ik ook nooit weg, hè. Dat is al 5 jaar geleden, 6 jaar geleden. Maak geen reclame voor niemand anders, er. Een lidkaart van Total zie ik hier nog in liggen. Ik zie hier nog van alles in liggen. Ik zie hier nog iets van reclame. JBC-lidkaart. Nog wat muntjes van onder. Maar jullie zien het niet. Jawel, jullie zien het wel. Klein beetje glinsteren. Hier is ze. Hier kan ik mijn onderbuurvrouw wel mee kloten. Maar nu niet meer, want het is na 10 uur. Doe me toch. Dus je ziet, ik heb nog redelijk veel te doen. Ik hoop dat jullie het begrijpen waarom dat ook de vlogs redelijk kort zijn. Of, ja, toch redelijk lang. Maar ik heb nu alles wel laten zien wat ik nog allemaal moet doen. Dat is nog niet alles, hè. Als dat dan allemaal opgeruimd is, moet er ook weer al gedweild worden. Maar daar... Hopelijk heb ik daar nog morgen ook nog goesting in. Of anders... Maar ik weet sowieso, morgen kan ik maar opruimen tot 4:45. Waarom maar tot 4:45? Ik heb kinesist om 5 uur. Dus dan moet ik daar ook wel aanwezig zijn. Bij deze hoop ik dat jullie hebben genoten van de troep wat ik allemaal nog moet gaan opruimen. Dus ik zal zeggen, vlam deze blauwe duimpje omhoog. Vergeet deze video niet te liken. Ja, dat was ook met die blauwe duimpje. Het wordt ook al laat. Het is al redelijk al laat. Hier kan ik misschien nog wel ooit eens op de achtergrond nog wel bepaalde beelden laten afspelen terwijl ik aan het vloggen ben. Dat is misschien ook wel een heel goed idee. Ja, het staat op in een IKEA box. Het is crazy taxi dat daar ligt. Ja, ik heb redelijk wat spelletjes ook nog. Ja, zie dat achter mij. Spelletjes. En Mr. Bean. Een fan art hangt daar ook op. Het hoesje van een fan, daar is een hoesje, een telefoonhoesje van een fan. Ja, ik heb al een en ander ook al gekregen van de fans, zo wil ik ook die mondmasker, mijn pet, mijn t-shirt. Echt waar, allemaal dankjewel daarvoor. Ik hoop dat ik nog wel in de toekomst nog zo van die hele mooie merchandising toekrijg. Want dat doet mij altijd deugd en dat geeft mij ook een klein beetje een boost om verder te blijven vloggen. Dat weet ik dat er echt... kijkers ook om mij geven. En daar ben ik ook echt heel blij om. Bij deze begint mijn druk nog even terug te komen. En ik mag niet meer die andere medicatie nemen, of anders kan dat gaan vechten in mijn hoofd. En dat is ook niet de bedoeling. Dus, blauw duimpje, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ga alsjeblieft ook eens naar mijn schatje haar kanaal. En ik ga je nog een keer zeggen over mijn schat. Neem mijn schat niet kwalijk dat zij nog niet elke dag de camera vastpakt en vlogt. Dan moet ze nog gewoon worden, die ritme.
Want bij mij was dat ook zo, de eerste vlog, tweede vlog, derde vlog, en dan was dat zo 1, 2, 3 dagen is niet gevlogd, en dan weer al wel, dan weer al niet, dan weer al wel. En nu doe ik het gewoon continu, omwille van dat ik het weet dat ik, ik moet nog filmen, juist. En dan begin ik ook spontaan te filmen, of al, want ik sta op, ik moet filmen, bij deze. Ah wel, heel heel fel bedankt, echt waar, om naar deze vlog te kijken en uit te kijken. En ik heb ook, ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de nieuwe intro. Deze is... daar gaat ook nu deze keer een outro komen. Dus er is een nieuwe intro, wat jullie ook al gisteren hebben gezien. En daar gaat nu ook een outro komen. Dus ik zal zeggen, veel kijkplezier na de outro. Want het is echt heel mooi gemaakt door Olly. Dankjewel Olly, dat je dat ook weer al hebt klaargespeeld voor mij. Dankjewel. En ik ben nog altijd tevreden met nieuwe intro's die worden toegezonden naar info@cyclotv.be. Denk daaraan, doe het alsjeblieft geen beelden van mij erin. Maak het zo gelijk de outro, wat jullie zelfs gaan zien op het laatste. Maak zoiets, zo intro's, waar mijn gezicht niet in komt, of Bea haar gezicht niet in komt, of iemand anders er zijn gezicht niet in komt. Omwille van, dat heeft allemaal te maken ook omwille van de privacy en al. Bijvoorbeeld ook, stel dat wij dan uit elkaar gaan, dan zit ik met die een intro, met twee personen in die een intro, of meerdere personen. En dat wil ik ook dus vermijden. Bij deze, heel veel bedankt en tot morgen. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. En veel kijkplezier na de outro. Joe!